De Membre Waka wordt georganiseerd omdat we door middel van de Membre Waka de nazaten willen laten zien wat er allemaal in Amsterdam te zien is. Omdat Amsterdam een van de eigenaren is geweest 200 jaar lang van Suriname. En heel veel panden die in Amsterdam zijn gebouwd met geld wat uit de tijd van de dwangarbeid is verdiend. Oh ja, ja! Dit was vandaag de dertiende keer van de Membre Waka. Het was geweldig druk. Diverse mensen. Mensen van alle pluimage, mensen van alle leeftijden. Die graag wilden weten wat er in Amsterdam gebeurt. En vandaag de dag willen we door middel van eigen kijk zien hoe de panden eruit zien. Wat gebeurt er allemaal vandaag de dag in die panden? Wie beheerst ze? Zijn er mensen waarmee we kunnen gaan praten? Zeg, weet je waarom je hier bent? Weet je de historie van dit pand? Waarmee kan je ons helpen in ons proces van healing en reparation? Al dat soort vragen. Oh, yeah.